Hallo, ik ben Jan Willem van voorbeter.nl. In de volgende videoles gaan we kijken naar het eindexamen scheikunde HAVO 2011, opgave 10. In deze opgave wordt er gevraagd naar een aantal andere mogelijke eiwitten, of andere mogelijke dipeptides eigenlijk, die ontstaat wanneer men in een oplossing ASP en PHE laat reageren. Gebruik daarbij de drie lettersymbolen om de aminozuren weer te geven. Dus, we hadden al deze stof. En logischerwijs kun je dan natuurlijk gelijk zeggen, volgorde is bij dipeptides en bij alle peptides sowieso belangrijk. Dus hier hebben we nummer 2. Alleen, dan lopen er een hele hoop vast, want die hebben geen idee meer wat ze moeten doen. Alleen, we hebben oorspronkelijk hadden we een bak met daarin een hele hoop van de ene stof, ASP, en een hele hoop van de andere stof. Allemaal door elkaar. En daar zit hem ook gelijk de truc in. Namelijk, die ASP kan met de PHE reageren. Deze PHE kan met deze ASP reageren. Maar waarom zou een V, een PHE, niet aan een andere V vast kunnen zitten? Of waarom zou een ASP niet aan een andere ASP vast kunnen zitten? Ik weet het niet. Eindresultaat, we hebben nu 4 mogelijke antwoorden. Gaan we kijken naar het correctievoorschrift. Maatje kleiner. Oh, lang stuk. Dan staat er eigenlijk niet zo heel veel in. Behalve de logische keus voor V-asp is 1 punt. En de andere keuze waarbij je iets moest doordenken, VV of ASP-ASP, is ook 1 punt. Dus een klein stukje met logica weten om te gaan, weten wat een dipeptide is. En je hebt heel snel en heel makkelijk 2 punten binnen. Ik ben Jan Willem van voorbeter.nl en ik hoop dat je iets aan deze uitwerking gehad hebt.